Oké, pro-speler, wat we daar allemaal hebben gezien, we moeten het echt de noob snel vertellen. Ja, we moeten heel snel vertellen. Ja, we willen eigenlijk ook liefst zo snel mogelijk terug, want wie weet zit Giel wat daar beneden in dat gat. Ja, ik denk sowieso dat Giel daar zit. Dat moet toch haast wel? Noob, noob, wakker worden! Noob, hey Noob! Noob, oh, ben je al wakker? Hey, de pro ook! Ja, ja. Noob, ja. Je hebt misschien gezien dat we even weg waren. Jullie waren weg! En ik was hier helemaal alleen! Luister, ik zal het even snel, ik zal het even gauw uitleggen. We waren namelijk weg zonder jou, omdat... Ja, we wilden toch even gaan kijken in het huis, kijken of we Giel konden vinden. En we wilden niet dat jij ook risico zou lopen, snap je wat we bedoelen? Ja! Nee, ik vind hem wel gevaarlijk altijd, maar ik kan dat wel hoor, jongens. Nou ja, het was meer van als wij dadelijk opeens ontvoerd worden door de hacker als we Giel aan het zoeken zijn, zeg maar. Dan kan jij ons nog op zijn minst bevrijden. Dus daarom dachten we, één iemand moet thuis blijven. Ja, ik ben precies. Super noob. Ja, precies. Maar Noob, we hebben wat gevonden toen we Giel aan het zoeken waren. Ja? Wat dan? Ja. En we denken dat Giel daar is, zeg maar. Oké, dat kan toch niet anders? Nee, ja, dat kan echt niet anders. Oké, Noob, luister even goed, hè. Ja. Oké, we gingen dus eerst naar het huisje waar we deze wapens hebben gevonden. Dat is een klein huisje naast het huis van de hacker, zeg maar. Ja? Maar daar was helemaal niks. Helemaal niks. Nee, niks naar de noppers. Helemaal niks. Maar toen dachten Pro en ik, misschien op die bouwplaats, weet je wel? Ja, die bouwplaats. Die hebben wij ook niet gemaakt. Die stond er ook. Ja, die was er ook opeens. Ja, die stond er toen ook in één keer, ja. Maar daar was helemaal... Helemaal niks. Niks, helemaal niks. Was er niks meer? Dus toen hebben we het risico genomen. De bouwplaats was nog wel, maar er was niks dat Giel er zou zijn. Nee, maar toen hebben we het risico genomen en zijn we naar het huis van de hacker geweest. Oh, echt waar? Ja. Wow, hoe is dat gegaan? Nou, daar kwamen we allemaal... Helemaal vol midders. Ja, overal die weet je wel, die skeletten. Ja, die waren overal. En... Die bottenballen. Ja, die hebben we toen allemaal vermoord. Gewoon... Ja, precies. En toen gingen we dus gewoon, we dachten, weet je, hij heeft Giel ontvoerd. We zijn boos. Dus we hebben, zeg maar, onze pickaxe gepakt. En we hebben alles kapot gemined. Wow. Ja. En toen, muren kapot gemaakt. We hebben zelfs een schoorsteen kapot gemaakt. Ja, we hebben alles kapot gemaakt. En toen was er helemaal niks. Maar toen maakten we de boekenkast kapot. En Mick was heel slim. Die zag goed. Die keek naar de boekenkast. En die zag van, oké, maar je hebt hier de boekenkasten. En de trap die is 3 dik. Dus zou er dan iets achter de boekenkasten zitten, dacht ik. En wat denk je, Noob? Wat denk je? Daar zat weer niks. Nee, daar zat iets achter. En dat... daar zat een gat achter. En zeg maar, dat gat die was heel diep. En daaronder was slime, dus daar kan je dus invallen. Wij zijn nog niet geweest, want we wouden het eerst jou vertellen. En we willen eigenlijk kijken of Giel daar is. Maar we dachten Pro en ik gaan dus nu dan kijken. En dan blijf jij hier en dan kan jij zeg maar de wacht houden. Nee, ik wil mee. Noob, je moet er toch echt iemand hier thuis hebben. Kijk, stel er gaat nou iemand vermist, dan kan jij ons altijd nog halen, snap je? Ik wil echt mee, jongens. Ja, maar we denken toch echt dat je hier moet blijven, Noob. Gewoon puur voor jouw veiligheid en ook voor onze veiligheid. Waar is het? Ik zeg net in het huis van de hacker, daar kan je nog eens... Noob. Ik weet het toch. Moet hier blijven. Nou, jawel, ik weet het. Oké, maar we weten toch niet wat daar beneden is. Straks zit daar de hacker. Als ik het niet haal, dan komen jullie bij me redden. Nee, jij weet ook niet waar het is. Je weet niet eens waar het gat is. Oké, Pro. Jawel, jij bent de boekenkast. Oké, Pro. Ja, we hebben nu al alles verteld. Oké, laten we het dan gewoon met z'n drieën doen. Ik mag Giel redden. Dan zijn we... Noobie, we gaan het gewoon met z'n drieën doen. We gaan het met z'n drieën doen, Noob. Oké, jullie... Gaan jullie voorop of ga ik voorop? Want ik durf dat wel, hoor. Ja, ga jij maar voorop. Ik ga als eerst kijken. Ga jij maar in het midden. Wat dacht je daarvan? In het midden? Ja, ik ga in het midden, Mick. Jij gaat achteraan en ga ik vooraan. Oké, nou ja, weet je, hier kan waarschijnlijk niks gebeuren. Maar laten we wel oppassen, want misschien zitten in het hackerhuis allemaal widders. Of weet je al, bottenmannen bedoel ik. Bottenmannen? Maar dan die gekke bottenmannen. Het zijn andere bottenmannen. Ja, precies. Oké, jongens, we komen nu wel heel erg dicht bij het huis. Wees goed op je hoede nu, hè. Pas ik op, hè, want er kunnen dus weer van die bottenmannen zitten. En je hebt een pistool. Schiet wel op die bottenmannen, hè. Oké, ik zie het al. Ja, er zitten weer bottenmannen. Er zitten weer withers in. Kan ik schieten? Oké, kom hier, blijf op een afstandje. Oké, ik pak de eerste al. Boom, yes, let's go. Kom op. Oké. Ik hoop niet dat het er weer zoveel zijn als tevoren. Auw, ik val naar beneden. Jongens, jullie moeten het even zonder mij doen. Pas op. Oké, kom op. Ja, dit gaat goed. Oké. Zo, het zijn echt heel veel. Het zijn er meer dan normaal. Auw! Ah! Oké. Help me, Noob. Help me. Ik heb er een vrachtje aan. Oh, nee. Ik kan hem. Oké.
Oké. Ik viel in mijn wapen. Ik heb hier ook weer eentje voor mijn neus staan. Oh jee, oké, ik kom hier naar boven. Kijk eens hoeveel botten hier staan. Oh jee, jongens. Oké. Maar Mick, lukt het? Ja, soort van. Ik ben hier helemaal beneden. Ik heb ook nog maar één hartje. Nee! Oh nee, jongens, ik ben gewoon letterlijk dood gegaan. Dat is echt nog bijna geen één keer gebeurd. Oh nee, ik moet snel komen voordat dadelijk de noob en de pro ook dood zijn. Oh jeetje, het zijn echt veel meer widderskeletten dan normaal. Of widderbottermannen of bottermannen. Ik weet niet hoe ik ze moet noemen. In ieder geval, ik hoor geen schoten of iets. Hopelijk zijn ze nog ook levend. Oh, ik denk dat de hacker ons al een beetje ziet aankomen namelijk. En dat hij gewoon echt... Dit zijn er zoveel meer dan de vorige keer. Ik kon het gewoon niet meer aan zelfs. Ik heb ook helemaal geen kogels meer. Mijn wapens zijn nog maar 10 kogels in. Noob, pro, horen jullie mij alweer? Mick? Oké. Oké. Ja, sorry jongens. Waar ben je? Ja, ik spande weer bij mijn bed, gelukkig. Ik zie je. Dat gebeurt mij ook altijd. Ja. Ik schrok me echt dood. Ik wist nog niet wat er zou gebeuren als die Willis je dood zouden maken. Misschien zou er wel iets gebeuren met de hacker of zo. Misschien zit het ook wel vast. Ja, nou, gelukkig werd ik gewoon wakker bij mijn bed. Hebben jullie ze allemaal vermoord al? Ja, we hebben ze allemaal. Oké. De pro heeft het meest jeetje. Gepakt, daarboven zijn er ook weer. Zie je dat? Er boven nog een paar, ja. Oké, maar boven hoeven dus niet te komen, gelukkig. Ja, maar ik wil toch even puur voor het geval dat. Mick, ja. Ik had er ook eentje, had ik ook geschoten. Oh nee, dat is echt super nice. Zijn jullie goed bezig? Ja. Oh, er zijn er boven ook best veel nog, of niet? Dat is een supernoem voor je. Ja, zeker. Ja, wow. Oh, boven zijn er nog wel. Ik ken jullie al echt goed, hoor. Oké, alle widders boven zijn nu ook echt dood. Jongens, we moeten snel naar die boekenkasten toe. Kijk, boekenkasten. Ja, hier zit dat gat. Zie je dat, Noob? Wow. Hier kan je in. Pas op, Noob. Pas op, Noob. Oh jee. Ik spring hem ook. Zit die jelly of zo? Ja. Oh, heel veel lava. Noob, wat zie je? Lava en stenen. Lava? Zo geks. Lava, stenen. En een kistje staat hier. Huh? Is het veilig om naar beneden te komen? Ja, je valt zachtjes neer in een jelly of zo. Oké, let's go dan. Wat is dit? Huh? Oké. Wow. Noob, je had wel even kunnen vertellen dat daar allemaal bedrock is. En dat hier allemaal van die rare blokken zijn die alleen de hacker kan gebruiken. Oh, ja, ik dacht, dat wist ik niet. Oh, wacht. Wat zit er aan de overkant? Kijk door die deur. De deur, de overkant, wat? Is dat geel? Daar loopt iemand. Dat is geel volgens mij. Geel, hoor je ons? Hallo? Hey, toeter. Ik hoor een toeter. Oké. Een toeter? Ja, hoor je was dat? Was het geel zo toeter? Ik heb geen idee, maar Giel hoort ons volgens mij nog niet. Oké, wacht. Hier zitten van die night... Toeter, doe blazen. Ja, ik hoorde toeter, ja. Ja, ik hoorde hem ook. Wow, hier zitten van die Night Vision potions in, jongens. Als je die drinkt, dan kan je beter zien. Oké. Ja, nou ja, pro. Het is wel duidelijk dat hij in gevaar is, denk ik. En hij weet dat wij er nu zijn. Oké, we moeten dus dit parcours doen, denk ik, om bij hem te kunnen komen. Oh jee, dat vind ik echt heel erg eng. Hoe gaat het ooit goed komen? Ik weet het niet. Jongens, oké. Dit zijn van die Wither Skeleton hoofden ook echt. Ja, ik zie het. Oh, ik vind het echt maar niks. Oh jee, oké. Oké. Ik ben al van die Wither Skeleton staf. Noob, gaat dit wel een beetje lukken? Ik weet het niet, toch? Misschien dat de Noob beter daar kan blijven, ik weet het niet. Ja, ik denk het ook. Ja, Giel, we komen eraan. Oké, hoppakee. En hier een grote jump. Ik ben vlak achter je, Mick. Ik ben vlak achter je. Bro, ik ben zo zenuwachtig. Kijk, dat lava. Ja, je kan het. Geloof in jezelf. Oh jee. Oké, dit gaat goed. En deze gaat ook goed. En dan deze nog. En wat moet ik hier doen? Dit zijn die onzichtbare blokken. Zie je dat? Wat? Onzichtbare blokken? Ja, dat kan toch helemaal niet? Waar? Volgens mij wel. Ik zie hier een blok volgens mij. Ah, kijk! Wat? Je vliegt. Noob, zie je het ook? Ik vlieg. Ja. Okay. Oh, ik zie het, ja. Waar? Hier is nog een onzichtbare blok. Is dat met die potion? Oh mijn god. Oké, wacht. Ik kom eraan. Ik heb geen flauw idee. Oh my god, dit is zo eng. Ik zie hier echt allemaal onzichtbare blokken. Ja, Giel, ik kom eraan. Hoor je me nog steeds niet? Hallo? Giel hoort me. Jullie dan? Jongens, jullie moeten echt opschieten, want als de hacker zo komt, dan gaat hij jullie wat aandoen, zei hij tegen me. Oh jee. Zei hij dat? Ja. Giel, weet jij een beetje wat ik moet doen nu? Je moet naar de volgende onzichtbare blokken springen om er te komen. Moet ik dan nog meer onzichtbare blokken eerst? Ja, er zitten er nog meer als het goed is. Oh, daar zie ik er een, ja. Ah!
Wajo! Goed zo! Okay, wow, dat was echt een mooie sprong! Ja, en nu moet je door naar de schommels. Ja. Zeg maar die richting op en dan vanaf de schommels kom je dadelijk... Hé, maar ik zie geen onzichtbare blokken meer. Ja, dan zitten ze nog verder naar de andere kant toe, denk ik. Dat is heel erg veel zoekwerk, dat had ik ook. Oh, jeetje. Okay. Bro, wil jij me anders even helpen? Ja, ik kan wel proberen. Dan zou je even terug moeten springen, denk ik, Mick. Ik weet niet of ik dat erg leuk vind. Of kan ik die schommel halen? Nee, dat kan je niet halen. Nee, dat denk ik dus ook niet. Maar ik zie echt geen blokken meer. Ja, ik kan ook... Kom eens terug. Oh jee, ja, lukt dat? Oh ja, ik hoop het. Ah! Oké, dat ging goed. Okay. Dat ging goed. Zo. Waar zit dat blok? Noob, dit komt goed. Dit komt goed, Noob. Dit komt goed. Oké, bro, kom op. Jullie moeten goed jullie best doen. Ja, dat doen we zeker. Oké. Goed oppassen, want er zit iets boven me. Daar wil ik natuurlijk niet tegenaan springen. Oké, kom op, bro. Ja, oké, heeft het. Maar kijk, wat moet je nu doen dan? Ja, waar moeten we nu heen? Zit er hier ergens anders nog Waar moet je niet hier gewoon op? Oh, hier zit er één. Oké. Nice. En nu? Oké, en nu zit er hier één. Dan ga ik proberen weer opnieuw deze sprong te halen. Oké. En dan denk ik dat ik hier op moet. Oké, en dan nog die laatste. Ja, ik voor de noob! Let's go, noob! Let's go! Let's go! Oké. Ah! Oh, jij gaat al! Oh, dit wordt echt heel moeilijk, Mick. Oké, goed oppassen. Oh jee. Oh, dit vind ik heel eng. Ik weet niet eens hoe dit moet. Je kan het! Moet ik het eerst doen? Wat moet ik doen, bro? Zal ik het eerst doen? Dat ik het voor doe? Ja, ik zit hier al, toch? Ja, je kan hier nog terugspringen als ik... Oh, dat weet ik niet of dat kan. Nee, ik weet wel dat kan. Je kan het. Dat kan helemaal. Nee, dat lukt mij niet. Jullie kennen het. Ja, ik probeer het, Giel, maar het is moeilijker dan je denkt. Ik had het echt super snel gehaald. Kom op, het is niet zo moeilijk. Ah! Oké. Goed zo, nog eentje. Oké. Ja! Let's go! Ja! Oké, ik ben op de trap. Dat is echt goed gedaan. Jij, bro! Ja, kom op, bro. Ik kom eraan. Oké, hoe ga ik? Oh, hier zitten ook onzichtbare blokken, volgens mij. Wel? Ja. Kan ik naast je springen? Oh, gelukkig dat ik dat zie. Zie je dat voor je neus, het onzichtbare blokje? Oh, ja, ik zie het. Je moet dus via hier. Hoppakee. Ja, okay. En hier zie ik geen onzichtbare blokken, volgens mij. En hier ook niet. Oh. En hier ook niet. Ja, Giel, hallo! Giel, ik ben er! Ja, Giel. Haal me eruit. Even kijken. Kijk hier. Haal me eruit. Ja, kom dan! Let's go! Eindelijk. Eindelijk, Giel. Wat was dit allemaal niet? Goed om jullie weer te zien. Ja, niet daarin gaan, want ik kan alleen vanaf deze kant in. Maar dit was een gevangenis. Maar hoe komen we nou terug, Giel? Hoe we nou terugkomen? Ja, ik denk... Huh? Ja, de weg dat we hier zijn gekomen. Wel goed gedaan, de parcours. Ja, we hebben het parcours goed gedaan. We kunnen niet meer op een parcours komen. Oh nee, zitten we nou allemaal... Hebben jullie van mij een duchtprijs verdiend? Ja. Ah. Wat? Noob, kan je gewoon... Dan maak ik voor jullie een ducht standbeeld of zo. Maar Noob, hoe kan je dat bouwen? Dan kan ik misschien ook naar jullie toe bouwen. Oh, komt dit al de hele tijd, Giel? Nee, want toen ik de vorige keer een parcours deed, toen kon ik zelf niet bouwen. Meen je dit nou? We hebben net dit allemaal gedaan, terwijl je gewoon kan bouwen? Mij lukte het in één keer. Nee, je kan hier niet bouwen. Ik kon hier niet bouwen. Ik heb het ook geprobeerd. Dert. Nou ja, dit is wel heel erg fijn, want ik zou anders niet weten hoe we terug kunnen komen, hoor. Ik zou ook niet weten hoe we terug zouden moeten komen. Oh, maar goed dat je mee bent, Noob. Ja, hè? Super Noob! Yeah, let's go! Oké. Ik maak ook een parcoursje nog een beetje terug. Maak er maar bochten, ja. Dan word ik extra spannend. Oké, jongens, ik denk dat we wel eventjes moeten wachten voordat de noob er is. One eternity later. Oké, we zijn weer 10 minuten verder. Noob, je bent er bijna! Ja, kom maar. Ja, let's go! Weg hier! Ik kom achter jullie aan, hoor. Oh, Giel, ik ben echt zo blij dat je weer terug bent, jongen. Ja, ik ook. Oh, ik ben ook echt blij dat ik Giel uit de gevangenis ben. Hoe komen we nou weer naar boven? Wacht, Noob, heb jij niet nog meer dirt? Misschien is dirt gewoon het enige wat je kan plaatsen. Ik zal eens kijken. Mag jullie ook dicht? Maar we hebben wel echt heel veel dirt nodig. Ja, ik heb nog nooit dirt gewild, maar dankjewel, Noob. Dus kijk of jullie kunnen bouwen met dirt. Ja, met dirt kan je gewoon bouwen, dat is het gewoon. Dat is het geheime recept. Je zit wel fout. Je moet één naar de andere kant. Ja, weet ik, maar anders kunnen jullie niet hebben. Dit is onze redding. Heb je nog druk van mij, Noob? Ja, jullie kunnen wel hakken en dan alsnog omhoog vallen. Daar, hier ligt dicht op de grond. Ik ga snel hier weg. Hak maar mijn deurt weg. Ja, die van mij mogen jullie ook hebben. Oh, oké. Nee, dankjewel. Oké.
Jee! Bijna boven. Dit is echt een heel diep gat. Jeetje. Ja, dit is echt niet normaal. Zijn we er al bijna? Nee, nog lang niet. Wat is dit lang? Heb ik wel genoeg dirt? Ja, ik heb wel Yes, oké. Ik heb genoeg. Ja, let's go. Oké, laat ik dit alvast weghalen. Ja, en ook even wachten totdat de noob en de pro terug zijn. Want die mogen daar niet achterblijven. Dan hebben we weer een nieuw probleem. Nee, precies. Giel, je zat dus gewoon hier, hè? Achter de boekenkasten. Ik werd hier opgesloten en toen liep ik uit paniek helemaal zo rond, weet je wel, van wat moet ik doen? En toen viel ik in het gat. En toen, ja, dan weet je wel wat gebeurde. Volgens mij, precies. Ja, wij gingen jou zoeken en hier waren we allemaal van die skeletten. Ja, ik ben boven. Oh, jongens. Yes. Komt de noob eraan? Is de noob er al? Beneden. Kom nu, kom! Jongens! Nee! Jongens, aan de kant! Oh, er zijn weer van die skeletten, jongens! Ja, er zijn er een paar, inderdaad! Oh jee. Oh nee. Ik hoop echt dat dit de laatste zijn. Oh, ik hoop het ook. Ik ben er niet echt meer of zo. Nee. Noobie, schiet nou eens op! Noob, kom! Ben er bijna, jongens! Jongens, oké. Ze komen gewoon in één keer voor mijn neus, hè. Kom op, we moeten opschieten. Ik hou ze hier in de tussentijd tegen. Succes, Giel. Nog even volhouden! Nog even volhouden! Ik heb een muur gebouwd. Ja. Kom op. Waar ben je, Noob? Ik ben hier beneden nog in de ducht. Ik moet eerst een ducht weghakken altijd. Nou, dat doe je zo vaak. Dat kan je wel. Ja, maar ik doe ducht met ducht. Ik ben er bijna. Ja, let's go! Oké, en snel weg hier! Snel, we zijn allemaal neer. Oh, en laten we hier nooit meer teruggaan. Weet je wat we moeten doen, Giel? Wat moeten we doen? We gaan gewoon superveel TNT maken en dan blazen we heel dat hackershuis op. Heel goed idee, vind ik dat. Dat is echt een fucking idee. En ik hoop niet dat hij dan boos wordt, maar ik vind dat hij dat wel verdiend heeft. Ja, dat denk ik ook wel. Oh, jongens, we zijn gewoon weer met z'n allen terug in Kleurstad. Let's go! Yeah! Oh, wat goed. Oké, en Giel, zullen we dan in jouw video morgen gewoon dat hackershuis gaan opblazen? Ja, nou, als dat maar goed gaat in ieder geval. Wow. Ik verwacht er maar niet te veel van. Ik hoop überhaupt dat je het kan opblazen, dat het wel kapot kan gaan, zeg maar. Ik hoop niet dat de muren helemaal van bedrock gemaakt zijn. Nee, precies. Nou, ik denk dat het weer veilig is in Kleurstad, dus wat ik weer een keer ga doen, ik ga best weer wat kijkers in het museum opschrijven. Ik denk dat dat wel weer kan. Okay. Is helemaal goed. Voel je jezelf veilig genoeg om alleen te gaan? Jawel. Jawel. Ik heb een duimpje zwaard. Dus, kijk uit, hè. En jullie zijn hier allemaal nu, dus dan kan ik... Ja, het is niet heel ver. Dan ren ik gewoon hierheen anders. Heb je horen bij je? Ik heb mijn horen bij. Zeker weten. Als je dat hoort, dan moet je komen. Ja. Nou jongens, ik ben echt heel blij. Oké, jongens. Nou, laten we weer wat signs pakken en gewoon weer namen op onze Wall of Fame zetten. De vorige keer dat ik dat wilde doen, ging het best wel moeilijk. En toen kwam het opeens een man van die skeletten en toen, dit dus. Ik had echt maar een paar namen erop gezet, terwijl ik er normaal veel meer wil doen. Maar nu is de hacker weg, dus nu kan ik even veel namen erop zetten, dus laten we dat doen. En wil je ook op de Wall of Fame komen in de volgende video misschien? Zet dan in de reacties, ik ben geabonneerd en abonneer op mijn kanaal, want als je niet geabonneerd bent, dan, kan je wel een reactie plaatsen, maar kom je helaas niet op de Wall of Fame. En laten we dan gaan beginnen. Stef van Amos, uit Amersfoort. Nou, je naam past helaas net niet op, dat heb je soms. Jij bent de eerste. Levi van Luik, jij bent de tweede. En Aiden Sunito, jij bent de derde. Jullie zijn alle drie geabonneerd. En daarom staan jullie nu op de Wall of Fame. Dus nogmaals, als je er ook op wil komen, gewoon commenten. Ik ben geabonneerd. En misschien kom je er wel op. En Jay Wader, dat is de eerste sign. En dan gaan we deze muur nog helemaal vol gooien. Maar dat gaat lang duren. Maar dat heb ik ervoor over voor jullie. Oh jongens, ik heb gewoon last van mijn hand. Maar de hele lijst is af. Zoals je ziet is het buiten zelfs al donker. Dus dit zijn alle nieuwe namen op het lijstje. Zoals bijvoorbeeld Fajan de Zeeuw. Zoals Leaptop 14. Zoals Sanne Lek, zoals Tosca Splitters, zoals Leni van Bloemel. Dankjewel allemaal voor het abonneren. En nogmaals, wil jij ook op deze lijst komen? Laat dan in de reacties, ik ben geabonneerd. En wees geabonneerd op mijn kanaal. En dan kom je misschien ook op deze lijst. Wil je nou zien wat Giel allemaal aan het doen was in de gevangenis? Klik dan snel op deze video. En wil je nog meer Survivor zien? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En dan zeg ik, Mick out.